Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video en wat super leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Suus en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Vandaag ga ik jullie namelijk de 5 beste tips geven om je te concentreren. Als je thuisonderwijs volgt, dan zijn deze tips super handig. Maar ook als je bijvoorbeeld thuis huiswerk moet maken, zijn die tips die je echt kan gebruiken. Dus laten we snel beginnen. Mijn nummer 1 tip is, leg je telefoon weg. Je telefoon is de grootste afleiding die er is. Dat maakt niet uit of je nou huiswerk moet doen of andere dingen. Zodat als je je telefoon niet nodig hebt voor je school, leg hem dan weg. Want als je een appje hebt, een Snapchat, ofwel komt er iets binnen wat je een beetje interessant vindt, dan pak je hem erbij en dan ben je zo heel snel heel veel minuten verder. Omdat je nog andere dingen gaat bekijken. Ik merk echt heel erg als ik mijn telefoon wegleg dat ik veel meer doe en dat ik gewoon veel productiever ben. Omdat je gewoon geen andere afleiding hebt en je hebt alleen je schoolwerk en dan nog de ruimte om je heen. Maar daar zal niet heel veel interessant te zien zijn. Dat is een tip die ik zelf echt heel erg handig vind. Ik betrap mezelf er ook nog wel eens op dat ik hem bij me hou. Omdat ik denk, oh, als ik iets belangrijks binnenkrijg, dan moet ik mijn telefoon bij me hebben, help. Maar het is echt veel beter om hem weg te leggen omdat je gewoon echt veel meer doet. Tip nummer 2 is, doe gewoon een normale outfit aan. En dit is iets wat heel erg verleidelijk is. En ook ik heb heel vaak dat ik gewoon nog in mijn joggingbroek en mijn grote trui loop. En dat ik gewoon niet een normale outfit aan doe als ik aan school moet. Maar ik merk echt heel erg als ik zeg maar gewoon een spijkerbroek met een t-shirt of een trui aan heb, dat ik me veel beter kan concentreren. En dat klinkt heel suf. Maar het is gewoon zo dat als je bijvoorbeeld in je pyjama loopt of in je joggingbroek, dan ben je heel erg gewend aan dat je dus niks hoeft te doen. Want normaal als je dat aan hebt, dan hoef je niks te doen. Maar als je op dat moment dus iets moet doen en iets productief moet zijn, dan is het dus niet heel slim om dat aan te doen. Dit verschilt natuurlijk heel erg per persoon en dat kan echt heel erg verschillen. Bij mij merk ik in ieder geval heel erg dat het veel beter werkt om gewoon een normale outfit aan te doen. Die kan ook gewoon comfortabel zitten. Gewoon iets wat iets minder pyjama-achtig voelt, maar wel lekker zit. Tip nummer 3 is, kies de juiste ruimte uit. En ook dit klinkt misschien weer een beetje vaag. Als je bijvoorbeeld in een hele drukke ruimte gaat zitten, zoals bijvoorbeeld mijn kamer. Ik heb hier mijn kledingrek staan, mijn kledingkast. Er staan nog veel meer leuke dingen. Dan raak je veel sneller afgeleid dan dat je in een rustige ruimte zit. Als ik bijvoorbeeld in mijn kamer ben, dan heb ik al heel snel een neiging om iets op te ruimen. Of iets anders te gaan doen. Of even snel dit te bekijken. En zo kost dat snel heel veel tijd. Daarom raad ik je aan om bijvoorbeeld in de huiskamer te gaan zitten alleen. En of een andere rustige plek die jij fijn vindt om te leren. En waar je dus niet zo snel afgeleid wordt. Tip nummer 4 is, ga niet over je eigen grens. Wat ik daarmee bedoel is, ga niet te veel doen. Als je op een gegeven moment 4 uur hebt geleerd en je wilt nog een 5e uur doen omdat je nog niet helemaal klaar bent, wacht daar gewoon eventjes mee. Want als je over je eigen grens gaat, dan onthoud je het toch niet meer. Je kan dus veel beter 2 uur doen en dan eventjes pauze en dan weer 2 uur. Want dan laat je namelijk een beetje op. En als je te lang aan elkaar doorgaat, dan werkt het niet meer. Dan werken je hersenen niet meer en dan ga je dus eigenlijk over je eigen grens heen. Je wordt ook alleen maar moe als je te lang doorgaat, waardoor je toch niks meer onthoudt en je dus eigenlijk voor niks zit te leren. Tip nummer 5, en die vind ik zelf echt top, dat is namelijk, maak een to-do-lijstje. Ik heb heel vaak dat ik heel veel verschillende dingen moet doen. Ik moet sieraden maken voor mijn bedrijf. Ik moet voor mijn eigen Instagram aan de slag. Ik wil nog andere dingetjes doen. Maar waar moet ik beginnen en wat moet ik nou eigenlijk allemaal doen? Daarvoor werkt een to-do-lijstje echt top. Ik vind het super fijn. Ik heb nu ook bijvoorbeeld voor vandaag een lijstje. Wat moet ik allemaal doen? Dan zet ik ook nog bij in welk dagdeel ik dat kan doen. Dus en in een to-do-lijstje heb je gewoon alles super overzichtelijk. Weet je nog wat je moet doen. En dan kom je niet voor rare dingen te staan die niet af zijn. Dat vind ik zelf misschien wel echt de beste tip. Maak een to-do-lijstje, zo heb je alles duidelijk. Zet alles erop. En als je hem niet helemaal af hebt gewerkt, is dat ook geen probleem. Maar zorg dan wel dat je de volgende dag het wel doet. Dit waren mijn 5 beste tips om je te kunnen concentreren. Ik hoop dat jullie wat aan deze tips hebben. Vergeet niet je duimpje omhoog te doen. Abonneer hier beneden op mijn kanaal. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer. Doei!